eens in Ibiën gekomen voor de samenloop van hoop. En dat is van de kankerbestrijding. En we zijn in Ibiën gekomen met Team 40. Hallo, laat je eens even horen. De rest van de teamleden zijn even rond. Hey. Nou, die zijn rondend lopen op het terrein om bonnetjes te verkopen voor onze trekking. Zoals je kunt zien hebben we van allerlei prijzen te winnen. Het Rad van Fortuin kunt ze aandraaien als prijs-ups. Dan kunnen ze op de paarse vlakken trekken en kunnen ze een mooie prijs uitzoeken. Waar we het allemaal voor doen is het geld op te halen voor de kankerbestrijding. En voor kankeronderzoek natuurlijk. We hebben net een mooie opening gehad. Helaas wordt het een beetje verregend. Maar het zonnetje schijnt alweer. Dus daar zijn we hartstikke blij met. Oh, loop maar gewoon door. Dat is geen probleem. Nee, maar dat is niet erg. Wat we gaan doen is dus 24 uur lopen. Een aantal van onze teamleden zijn dus nu op de baan bezig. Die gaan we natuurlijk dadelijk ook even interviewen. En dat loopt dus door. Estafette vorm 24 uur morgen. Om 4 uur is het afgelopen. En dan hebben we hopelijk duizenden euro's opgehaald voor de kankerbestrijding. Wat wil je heen? Je kijkt naar mij en ik vraag me af wat goed is voor ons allebei. Op blote voeten loop ik langzaam door. We zijn... We zijn hier bijeengekomen in het honk van de organisatie. Hier zit de bank, hier werd al het geld gecashed. Alle mensen die dus sponsoren, komt het geldbedrag hier terecht. We hebben net, we gaan dadelijk even spreken met Mark Breugemans, de organisator van het hele evenement. En we gaan spreken met Wim Thomassen. Wim Thomassen is de penningmeester, een van de penningmeesters. En dat is natuurlijk de pap van Laura, wat bij ons in het team zit. En dan gaan we eens even kijken of die mensen het nog wel trekken. Want het is natuurlijk een heel groot spektakel hier. Dus we gaan even naar binnen. Kom maar met. Nou, we staan hier samen met Mark Breugemans, de organisator van het hele evenement. Mark, hoe ga je het met zich? Met mij ga je het heel goed. En volgens mij met de samenloop ook. Dus ik denk dat we samen, Britt, met team Leboog, team 40... dat we heel trots mogen zijn wat hier aan het gebeuren is. Zo dat we beginnen tegen met het weer. We hebben een geweldige operatie gedaan de laatste dagen om het mogelijk te maken. Maar om 4 uur klonk het startschot en het loopt. En ik ben bijzonder trots dat we dat met die 50 teams samen voor elkaar hebben gekregen. Dus ik denk dat ik een heel, ik ben eigenlijk nu al heel tevreden. Nou, geweldig. Ga je ze zelf ook nog lopen of heb ze nog in het... Ik ga zelf ook nog lopen. Ik ben onderdeel van het team De Toppers. En ja, ik moet er ook aan geloven. Hè. Dus ik loop vannacht. 1 of 2 uurtjes morgen ergens lopen en ondertussen doen ik tussendoor nog wat hand- en spandiensten voor de organisatie. Ik neem aan dat ze morgen om 8 uur ook weer de partij bus met de warming-up. Ik moet doorzinnen, want dat wordt heel leuk. Zijn ze vooraan? Ik kom vooraan staan. Geweldig. Heel veel succes nog en we zien ons morgen vroeg dan. Nou, in beweging. Goed zo. In Nevels hebben we Wim Thomassen staan, hij zit in de organisatie. En Steven is natuurlijk de vader van Laura, waar in ons team zit. En Wim, zie je er nog een beetje zitten? Best wel. Het is alleen de koppakking een beetje kapot, maar voor de rest het gaat heel goed. Ja? Wie is het? De opbrengsten zijn geweldig. En ja, laat ze gewoon zo zeggen. Hij het weer terug. Werd het nachtwerk voor dich? Voor mij wil het wel nachtwerk. Ik denk dat ik wel hier blijf. En dan moet ik misschien morgen vroeg even een uurtje gaan slapen, maar ik wil het helemaal metmaken. Ik heb er een jaar voor gewerkt en dan wil ik ook die 2 dagen even... Heb ze de stretcher bij je dan? Ik heb geen stretcher bij me. Ik heb thuis een bedje in de hoek van onder huis en dan kan ik best terecht. Oh, prima. Nou, we willen dich niet langer steuren met die werkzaamheden. Bedankt voor het interviewtje en heel veel succes ermee. Dankjewel. Dankjewel. Wie voor rondjes heb ik al gelopen? Nou, 20 zeker. Echt hoor? Ja. En nog geen pien in de voet? Pien in de voet? Nee. Nee.
Wees je ook een beetje aangemoedigd? Nee, dat viel eigenlijk zwaar tegen. Dan zal ik dadelijk even voor zorgen dat als je iedere keer al langs ons standje komt, dat er gaat geroepen werd. Dat is goed, dat is heel goed, dat is fijn. Ja. En meteen gaat ook alles goed? Ja, prima, ja. Daar zijn we heel blij om. Ik laat ik verder met rust aan, want ik heb nu al pien in de voet. We moeten ons concentreren, want het is toch echt... Gaat je dadelijk ook nog rennen? Dat hebben we al gedaan, dus dat is laten we nu achter ons. Oké, prima. Succes, hè! Zijn we hier nog volgend jaar? Zijn we hier? Voelt het goed? Zijn we hier voor iets groots? Of zijn we hier tot aan de dood? Zijn we toch maar vlees en bloed? Misschien dat ik weer verder gaan, misschien dat jij nog naar me zwaait, misschien dat ik nog even blijf. Zoals zo vaak.